Dames en heren, een hele goede avond en hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Voetbal International op de vrijdagavond, vrijdag 5 februari. Vandaag met René van der Gijp, Johan Derksen en Jack Woutersen. In dit soort kwaliteitsbaden nu ook aangehaald wordt, Johan. Dat is natuurlijk Ik begin echt carrière. Dan hoor je er wel bij, hè, wat dat betreft. Gaat hartstikke goed, inderdaad. Je bent zeker jaloers, hè? Er staat geen foto van jou bij. Ik sta er niet bij, inderdaad, nee. Er wordt ook niks gemeld over mijn haar of zo. Dus het is zo jammer eigenlijk, als ik dit dan weer zo bekijk. Ja. Hans staat er wel heel goed op, moet ik zeggen. Zit je te lachen, René? Nee, ja, ik moet nou lachen. Ik zie nou weer iets voor me. Want nou blijkt het dus dat er in die Hummer een bad zit waar die ook niet kan staan. Dat is een hele grote. Dat had hij net niet, weet je. Die nippert zijn vingertjes. Maar ik hoorde ook ik hoorde ook dat hij in het artikel ontkende dat hij een Hummer heeft. Nou, hij zegt dus, ik heb geen Hummer. Ik weet niet waar hij het op baseert. Die Derksen, zijn informatie klopt niet, maar ik heb geen Hummer. Nee, maar hij was wel degelijk in een Hummer. Ja, die had hij gehuurd. Dat is een hele grote limousine-Hummer. Dat kun je dus een heleboel mensen meenemen. Dat wil ik wel eens weten. Dan ga ik ook een keer huren. Ja, zou je dat willen? Nee. Maar heb jij nou ik ben een geweldige patser, maar ik wil niet in een Hummer rijden. Nee. Maar het belangrijkste is dat Jolant en ik ons niet uit de tent laten lokken, zegt hij ook. En dat nee, dat doen ze niet. Nee. Ze bellen privé op om uit te huilen. Ja. Ik heb me wel gestoord aan die jongen van Roda. Ik vind, ongeacht wat er gebeurt, ik heb het bij Drogba meegemaakt in die Champions League wedstrijd, die dan de scheidsrechter aan wil vliegen en dan nog na de wedstrijd zegt, als ik hem in mijn handen had gehad, had ik hem vermoord. En dan denk ik bij mezelf, als we maar nooit van dat soort idiote toestanden krijgen, zoals je wel eens ziet in Brazilië en in Uruguay, dat 24 man zo'n scheidsrechter achterna zit en dat gezien. En dat zo'n man dan vlucht over de draad heen en geschopt wordt. En daar zitten wij keihard om te lachen hier. En denken, dit zijn complete idioten. Maar ik denk, als je die drost, als je die loslaat, dat die hetzelfde doet. En dan denk ik, joh, neem of je medicijnen, of als je jezelf niet in de hand hebt, ga niet op die bank zitten. Ja. Ik vind niet dat dit kan. Ik ben benieuwd naar het moment dat Trost dadelijk van zijn spelers gaat eisen dat ze zich moeten beheersen in de wedstrijd. Ja. Hij heeft zich volledig belachelijk gemaakt en heeft aangetoond dat hij niet geschikt is voor dit vak. Voor de mensen die het gemist hebben, 5 wedstrijden heeft hij gekregen, maar van eentje voorwaardelijk. Zo gedroeg hij zich van de week. Hij is boos, de kinderen. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ja, dan is Roda wel de slechtste club om Müller-trainer te worden. Of niet? Hè? Als je niet tegen je verlies kan. Dat is zelfs als je in een SM-huis gaat zitten dan. Ik vind het wel weer, het getuigt wel weer van totaal geen visie, van totaal geen idee. Ik zie ze al zitten, de Imre Kuipers van deze wereld, om een tafel. En dan gaan ze zeggen, ja, wat hebben we nodig? Nou, we hebben een ervaren man nodig, een vaderfiguur nodig. En dan roept er een aan tafel, chef Vergozen, ja, dat zal de beste zijn. Bellen. Nou, die gaan ze bellen, die man zegt, nou, ik heb geen zin. Dan zeggen ze, ja, wat nu? Jan Eversen. Nee, die zagen ze zondagavond bij Studio Voetbal. Ja, en toen zei iedereen, dat hadden ze niet eens aan gedacht. Nee, toen zei iedereen, Jan Eversen. Waarop er een naast zei, ja, maar dat is wel totaal anders als die chef Vergozen. Dat is het tegen. Maar dat maakt toch niet uit? Nou, er schijnt er ook nog een aan die tafel geroepen hebben. Tom Boot. Toen zei, ja, dat is een basketbalcoach. Maar dan denk ik, nee, maar er zit totaal geen idee achter, joh. Nee. En dan roepen ze altijd, we hebben visie, lange termijn. Dat is al, waar gaat dit over? Kom op, hè. Ik ging wel naar de training van Feyenoord kijken. En dan toen Ruud daar trainer was, omdat dat interesseerde mij gewoon. Ik vond het leuk, weet je wel. Dat was mijn vriend en ik ging er kijken. En dan trapte Pascal Bosgaard toevallig een bal de verkeerde kant op. Of tegen iemand aan. En dan zei Ruud alleen maar, zei hij, Pascal! En dan keek hij en deed hij zo. En dan zei ik, na afloop van de training, zei ik, Ruud, dit is vrij dodelijk. Ik zeg, dit moet je niet doen, of wel? Je kan nog beter zeggen, Pascal, kom even bij me. Je moet die bal, dat moet je niet doen. Je moet hem aannemen en dat moet je doen. Maar en als ik hem dat dan zei, van dit kan je niet doen. Ja, dan keek hij mij aan alsof hij wou zeggen, waar heb jij het over? Want zelf heeft hij, al zou mensen dat 3 uur lang tegen hem gedaan hebben, dit,
Dan had hij totaal niet van wakker gelegen. En dat, ja, dat is het verschil tussen, tussen de top en alles wat er omheen hangt natuurlijk. Ja, Louis slaat nu een beetje door. Hè? Die op de Duitse televisie vertelt hij zelfs hoe hij in bed ligt met Truus. Lepeltje, lepeltje, vertelde hij. Ja. En weet je dat ik me maanden afgevraagd heb hoe Louis met Truus in bed zat? Ja, hè? Dat wilde jij weten. Dat, dat vind ik nou non-informatie. En hij zei er ook nog bij dat hij geen unterhosen aan had. Ja, hij, vind ik een beetje onsmakelijk. Je zag het voor je, zo Louis zonder onderbroek. Hè? Ja. Als, als ochtends wakker wordt met zo'n grote odol. Nee, nee, maar dat weten we nu wel. Nee, maar het, het zegt iets over hoe Louis in zijn vel zit op dit moment, toch? Dat hij bij de Duitse pers, bij een persconferentie gaat vertellen dat hij luffeltje, luffeltje ligt. Maar nou las ik toch ergens dat ze... Ze heeft het dus met nog 7 spelers gedaan. Ja. Het is echt gewoon een viespeuk te zijn, man. Ja, dat dacht ik ook. Ik, kijk, en dan zie ik die foto's, dan denk ik, ja, dan denk ik toch heel stiekem... Zou ze het ook met analisten doen? Denk jij dat ze die gewoon op een zijspoor gezet hebben? Daar begin ik niet aan. Ja, 6 van 8 goed, Johan. We spelen midsweeks een Toto. Weet je, van de week natuurlijk ook moeten spelen. Je zat natuurlijk gespannen voor die televisie. Ja, maar je zegt het iedere keer met een soort verbazing in je stem. Ja, ik blijf het inderdaad... Bijzonder irritant. Ja, die mensen moeten... Want hij, Jack, hij kan jou niet voorstellen als clown. Maar kun jij je voorstellen dat hij cabaretier geweest is? Dat vind ik een beetje hatelijk, dit lachje, want het is echt waar. Ja, dat was inderdaad een absoluut hoogtepunt in mijn leven. Comedian. Ja. Ja, daar was ik snel genoeg achter, gelukkig, heren. Anders had ik hier niet aan deze tafel gezeten. Nee. Wat voor jullie wel weer fijn was geweest, natuurlijk, in dat opzicht. Oh, nee hoor, nee hoor. 6 van 8... Waarderen je zeer. Ja. Feyenoord AZ, daar komt-ie. Dat is een hele moeilijke. Ja, toch maar Feyenoord. Ze hebben shirtsponsor nu, hè, bij AZ. Ja, ja, en ze spelen ook niet onaardig om onder advocaat. Ze moeten een keer gaan winnen, maar toch maar Feyenoord. Omdat Mario hier zit maandag, of? Nee, maar omdat ik maandag boodschappen moet doen in Rotterdam. Oh, dat is heel belangrijk. Eigenlijk ben je best een goed mens, toch? Een warme man. Maar ze zeggen altijd dat ik dat heel goed weet te verbergen. Ja, lepeltje. Ja, nou, zover nou, niet. Nee, dan nog liever met John Terry. Goed, René, op de bank, hand in de broek en kijken, denk ik. Kijk, ja. Daarom is hij mislukt als cabaretier. Hij is de enige die lacht. En Mario Been is dus, had ik het al gezegd, aanstaande maandag onze gast bij onze volgende aflevering. We moeten er zeker naar kijken. We moeten zo meteen wel gaan kijken ook naar de Jupiler League overzicht van alle wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. En onder de muziek van onze mensen van Denny Vera gaan we over naar het volgende programma. Tot zometeen.